Vliegbasis Leeuwarden vormde zondag het decor voor opname van de speelfilm Pizza Mafia. Op de luchtmachtbasis zijn onder meer scènes opgenomen in een vliegtuigshelter en in de keuringsruimte van het geneeskundig centrum. Naast de vaste filmcrew speelden ook een 20-tal medewerkers van de vliegbasis mee als figurant. Het verhaal is geschreven door Galit Boudou, die ook het schnitzelparadijs op zijn naam heeft staan. Pizza Mafia sleet 484. Goedemorgen en welkom op de set van Pizza Mafia. Defensie is gevraagd medewerking te verlenen aan de opnames van de speelfilm Pizza Mafia. Op de vliegbasis Leeuwarden vinden er dus een aantal opnames plaats. Een van de lijnen in het verhaal is dat de hoofdrolspeler graag vlieger wil worden bij de luchtmacht. En daarom vinden er op vliegbasis Leeuwarden opnames plaats. Onder andere met een echt F-16 in de vliegtuigshelter. Het is een unieke situatie om te laten zien wat we doen en wie we zijn op de vliegbasis. Ding. Het is gewoon een heel vet shot. Gewoon super dat we van Defensie de mogelijkheid krijgen om met dit soort spullen in onze film te werken. Want het geeft een production value waar je als cameraman waar het water van in de mond loopt. We zijn vandaag Pizza Mafia aan het draaien. Een speelfilm, een boekverfilming van Galit Boudou. Het gaat over een strijd tussen twee pizzeria's. Die strijd die loopt behoorlijk op en gaat tussen Bram en Haas. Bram de brave jongen en Haas de bad guy. En die strijd gaat vrij ver. Ibrahim wil piloot worden, straaljagerpiloot in de film. En om dat doel concreet te maken willen we ook echt laten zien dat Bram ook in deze F-16 rondloopt. En dat werkt uiteindelijk heel goed in de film, want als zijn vader uiteindelijk dan vertelt je moet in de pizzeria werken, dan is het conflict van de film groter. Dus het werkt heel goed. Pizza Mafia gaat in februari 2011 in première.